Het is zo'n wedstrijd waarbij een gelijkspel niets waard is. En dus verwachten we in Amsterdam-Zuid passie en power. Dit is de eerste minuut. En daar een eerste mogelijkheid voor Riley Ignacio. De man die in de winterstop overkwam van Kozakken Boys. En zichzelf als doel heeft gesteld om AFC te redden. En daar is hij weer, de beer. Wat is hij sterk. En wat een fout daar achterin van Zeller. Dan kan Hoek profiteren. Maar Van der Sman, de keeper van TSC, komt op tijd zijn doel uit. Het zijn twee ploegen met enig vertrouwen, zou je zeggen. TSC vorige week een knap gelijkspel tegen Kozakken Boys. En AFC deed hetzelfde tegen Katwijk. Hier is Grootvaam. Dat is een hakje van wel heel ver. En daar verras je Van der Sman dan niet mee. Wel aardig geprobeerd natuurlijk. En daarom de ruststand op goed genoeg 0-0. Dat is een pittige overtreding. Goed de voordeelregel toegepast door Puts. En dan is hier Ignacio weg. Ignacio, is dat een penalty? Maar achter het doel vinden ze natuurlijk van wel. Maar Puts niet. En Wetzel, de coach van AFC, blijft rustig. Hier dan nog eens te zien. Lastig. Maar ik denk dat ze bij TSC goed wegkomen. AFC een stukje sterker in de tweede helft. TSC vooral achteruit. Dit is Grootvaam. Aardige actie. Klaarleggen. Yes, knallen. En daar toch ook goed verdedigd nog door de formatie uit Tiel. Zij zit in de zon. Zij wel. Aan de andere kant toch stervenskoud. TSC dan. Eigenlijk voor het eerst. Van Gessel. Dat moet een voorzet zijn. Zonneveld neemt geen risico. Er kan dan TSC een keer gevaarlijk worden. Misschien uit zo'n standaard situatie. Daar is Holder. De spits. En eigenlijk is dat de eerste echte grote kans voor TSC. En dat dan een kwartier voor tijd komt, is veelzeggend. Daar weer AFC, daar is Kwee. Maar ja, dat is een verdediger. Die zit niet op doelpunten maken. En daarom nog altijd 0-0. Ze hebben er niets aan, zoals gezegd. Hier dan, AFC, wat doet Van der Sman daar? Die moet daar helemaal niet zijn. En dan kan Ignacio profiteren en is het 1-0 voor de Amsterdamse voetbalclub. Hij doet het weer. Het goudhaantje. Na een rare actie van die keeper van TSC. Grootvaam is daar belangrijk. En Ignacio maakt zijn vijfde voor AFC. En hij zit er pas een paar weken. Dan lijkt het duel al gespeeld. In de slotfase. AFC gaat 3 punten pakken. Komt er dan ook nog een tweede goal. Die komt hier. Esayas. 2-0 voor AFC. Het is een ozo belangrijke overwinning. Het zal voelen als Champions League winst en hij, Ignacio, is weer de grote man. Nou, ik ben gehaald natuurlijk voor mijn goals, maar ik heb natuurlijk van tevoren gezegd van, weet je, ik probeer niet alleen het belang te zijn met doelpunt, maar ook met weet je, misschien een beetje strijd of een beetje ervaring. Dat is wel beuk, hè, vandaag? Ja, zeker, man. Maar ja, dat is, ik hou er wel een beetje van. Alleen de redden uiteindelijk moeten we met z'n allen doen, weet je. Dus ik kan wel heel veel goals maken, maar als we achterin dan tegenlaten, ja, dan maak je die goals eigenlijk voor niks. Dus ik heb van tevoren ook gezegd van, we moeten echt met z'n allen doen. En ik hoop dat ik wel een positieve vibe erin kan brengen. Ja, dit wordt lastig, want uiteindelijk, kijk, een aantal weken geleden roep je van, we hebben nog 15 wedstrijden, 45 punten. En nu heb je er nog 9 en dat zijn er nog steeds 27. Kijk, die maar eens te pakken. Maar zo moet je, ja, maar zie ze eerst maar eens te pakken. Kijk, en de directe concurrenten waar je tegen speelt, kijk, AFC thuis. 2-0 voor ons, AFC uit, je verliest hem weer. We hebben hier nu voor de derde keer dat ik hier kom en we voor de derde keer hebben we hem weer verloren. Ja, en dan wordt het gewoon een moeilijk slot, absoluut.